ADE hier zo in Escape. Vanavond Ace Agency in house. Ik zit hier naast Gabriel en Castellon, de twee grootste aankomende sterren van Nederland. Je weet het. Jongens, één vraag. What the fuck is jullie geheim? 12 maanden geleden kom ik jullie tegen. Niemand had nog van jullie gehoord. Nu gaan jullie remix maken voor Roger Sanchez. Jullie zitten bij Ace Agency en jullie staan overal in de grootste clubs te draaien. Wat eten jullie? Wat trekken jullie? Wat gebruiken jullie? Wat niet? Nou, ik zou het eerlijk gezegd niet weten, maar de chemie zit goed, dus... Je overdommelt me een beetje met die vraag, maar we doen gewoon ons best. We proberen gewoon te doen wat we leuk vinden en werk hard. En... Ja, wat denk ik heel belangrijk is dat we gewoon muziek maken, gewoon house maken vanuit ons hart, weet je wel. En wij houden van muziek gewoon in house en ja, niet echt van die bliepjes sound, dat soort dingen. Dus we doen echt wat we kicken vinden en ja, op een of andere manier slaat het bij sommige mensen aan. We willen gewoon, lekker knallen en zoveel mogelijk leuke festivals pakken. Gewoon goede tracks uitbrengen, leuke remixen doen waar we achter staan. En dan zien we wel waar het schip strandt. Het is heel moeilijk om te voorspellen, maar we gaan er gewoon voor. En dan hopen op het goede. Oké dan. Nou, we verwachten nog een hoop van deze jongens. Hou ze dus in de gaten. Gabriel en Castellon. Dadelijk op Phoenix misschien nog wat andere tracks van hun. Ik ga het zeker op mijn blog plaatsen, dus check het pak uit. We started dancing and love put us into a groove. As soon as we started to move, what does love want me to do? Love Sarah. Naast mij zit Carita Lania, de beste vrouwelijke DJ van Nederland. Zoals we dat nu mogen noemen. Dat denk ik in ieder geval. Ik hoop het ook. Ik hoop het, Mensen zeggen dat jij de nieuwe 100% Isis bent. Hoe denk je daar zo aan? Nee. Ik moet Isis haar credits geven en ik denk niet dat ik de nieuwe ben. Ik heb wel de volste vertrouwen dat ik iets goeds doe voor de housing. Wat is je visie? Waar is Carita volgend jaar? Hopelijk. Ik vind het wel moeilijk om te zeggen dat ik een sound heb gecreëerd, want ik hou van zoveel verschillende muziekstijlen. Dat ik denk dat het een beetje moeilijk is om daar echt een stempel op te drukken. Maar ik hoop wel dat ik in ieder geval wat hitjes heb gescoord binnenin de muziekliefhebbers. Dus je eigen hits hebt gecreëerd terwijl je aan het draaien was? Ja, maar het hoeft niet zozeer een top 40 hit te zijn of zo, weet je wel. Meer dan terwijl je aan het draaien was gewoon een bepaalde... platen die je elke keer draaide, zodat mensen oppikken als jouw sound. Juist, ja. En ik hoop gewoon dat ik zoveel mogelijk remix zou kunnen doen. Want zoals ik ook voor jou de remix heb mogen doen. Yay! Girls, echt, let op die track, want het wordt echt een dikke knaller. Het wordt echt een dikke radiotrack in ieder geval en clubhit. Hoe lang wil je dit nog blijven doen? Ja, zo lang mogelijk. Zo lang mogelijk. Ik weet dat het heel cliché is om dat te zeggen, maar weet je, als ik niet meer achter de draaitafels kan staan, dan wil ik gewoon in mijn studiootje zitten en mensen helpen met produceren of een soort van executive producer worden. Dus gewoon muziek maken voor andere mensen en nadenken. Begeleiden of zo, weet je wel. Of je management doen. Je management doen en zo. Oké, Carita gaat mijn management doen. Hebben jullie het allemaal gehoord? Ja. Dus over een paar jaar, weet je wel, dan, als het niks meer met mij wordt, dan bellen we Carita op en dan gaat Carita mijn management doen. Daarom. Bij deze afgesproken. Ik zie hier wel een soort van mansion uitkomen met de zwembad en shit, weet je. Oké, in dat geval ga ik er helemaal voor. Oké, dan. Ja, Dutch Girls wordt wel zo'n grote hit dat je... You're gonna be put on the map. 2010, hit my CD, zeker weten. Daar slaat ze mee af. Let the music!
Music Bro.